PEGI 7. Toen ik hier aankwam, dacht ik, in wat voor sprookjesparadijs ben ik nou beland? Dit is echt heel lang geleden, want dit is echt een pretpark waar ik voor laatst ben geweest toen ik 14 was. Dus ik denk aan mezelf, Sonic, achtbaan. Ik ga naar die achtbaan, ik ga dat spel spelen. Het is toch Sonic en het gaat al om de snelheid. De game heeft heel veel afwisseling. Je hebt zeg maar dat je van bovenaf kijkt, dat je aan het rennen bent en dus gaat springen en zo, weet je, en dan ben je dus gaan aanvallen. En je hebt natuurlijk ook dat je zelf karakter kan maken, wat ik een hele toffe toevoeging vind aan het spel. Toen je de console in de handen kreeg, in de achtbaan, nu wil je dat ik dat ook nog eens ga spelen. Onmogelijk. Leuke game, maar het maakt niet uit welke game je mij geeft in de achtbaan, dat is gewoon, nee. Natuurlijk, thuis zit ik lekker in mijn stoel te gamen en dit was natuurlijk een hele andere omgeving. Je wordt zo afgeleid door wat zeg maar om je heen gebeurt. Ik heb de halve rit heb ik tegen de muur aan liggen springen, omdat ik gewoon niet wist wat er gebeurde. Je moet wel een beetje vingervlug zijn, maar het is een leuke game. De game zelf, tof en te gek.